Afgelopen zaterdagavond een hele grote overwinning van het Nederlands elftal. Nog nooit is dat gebeurd met drie, punten, drie doelpunten verschil winnen van uh, Duitsland. Heb je genoten, Bed? Ja, ik heb sowieso genoten natuurlijk. Uh, zeker omdat we smiddags natuurlijk een mooi resultaat hadden en uh, s'avonds lekker op de bank uh, thuis die wedstrijd bekeken. Ja. Uh, inderdaad, genoten. Uh, 4-0 gewonnen van uh, Odin uit Heemskerk. Um, uh, je hebt volwassen gespeeld, gaf je aan. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, als ploeg hebben we volwassen gestaan. We zijn heel geduldig geweest. Uh, we zijn niet uh, te gretig geweest, waardoor wij ruimtes hebben weggegeven waar Odin uh, ja, graag in wil komen of waar ze graag uh, tot kansen willen komen. Dus uh, nou, ik vind als groep zijn we goed in de linies blijven staan. We hebben elkaar constant geholpen. Nou, en dat maakt dat het volwassen is, dat, dat je weinig balverlies leidt. Uh, Weinig dombalverlies. Eén uh, moment is het duidelijk zichtbaar geweest wat ik met dombalverlies uh, bedoel. Er komt ook het penalty-moment uit. Nou, maar die momenten waren schaars. en Dat betekent dat je heel volwassen en uh, geduldig vooral uh, gespeeld hebt. Het verschil werd na ongeveer een uur spelen uh, gemaakt. Kwam dat doordat Odin uh, het huidige niveau niet haalde, of kwam dat echt door jullie? Ja, beide. Kijk, je weet in zo'n wedstrijd, uh, die wordt nooit in de eerste minuut uh, uh, al, al besloten. Zeg maar. dat, 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 dat duurt eventjes. Je weet in de eindfase dat, uh, dat Odin nog uh, vaak heel veel kan. Maar goed, ze moesten er ook heel veel energie in steken in deze wedstrijd. Dus we wisten dat we de conditioneel en fysiek zo goed op stonden dat we ook in het laatste half uur nog het verschil konden maken. En uh, dat bleek achteraf ook wel. Uh, maar Odin heeft uh, alles gegeven in die wedstrijd, wij hebben alles gegeven. Maar wat natuurlijk enorm hielp, uh, was dat wij op die 1-0 kwamen daarvoor had het natuurlijk al gebeurd kunnen zijn met die penalty op de lat van de graaf. En tien minuten na rust hadden ze ook nog wel hadden ze de mogelijkheden die groter waren voor hun dan voor jullie. Ja, ik denk dat wij voor de rust het moment van Oktay, eigenlijk al uh, had je bijna weer na twaalf seconden, seconden kunnen roepen uh, wat dat betreft. Maar uh, nee, twee schotmogelijkheden nog van uh, Olivier in de eerste helft uh, die het verschil hadden kunnen maken. Um, inderdaad, zij hadden nog een schotpoging en, en dat penalty moment. Maar goed, weet je, dat, dat is ook voetbal. Uh, ze doen het niet en, en uh, nou goed dan pakken wij het in de tweede helft dusdanig op dat ze inderdaad nog één keer goed voor de goal komen. Maar uh, ik, ik heb eigenlijk geen moment nerveus op de bank gezeten, want ik voelde echt wel dat we een goede controle hadden. Goede reeks 13 uit 5 voortgezet. Tevreden daarmee? Nee, natuurlijk. Dit was ook de missie. Ik heb volgens mij uh, anderhalf maand geleden gezegd uh, dat, we, dat we een serie uh, moeten neerzetten. Nou ja, uh, vrienden zeggen al van uh, ja, die zie je alleen op Netflix. Maar uh, maar. Uh, het, is, het, is gewoon, het is gewoon waar. Je moet in deze periode doorpakken. Je ziet ook uh, Noordwijk blijven winnen, Quick Boys blijven winnen. En je moet het gat naar, naar onderen uh, groter maken met de nummers 4, 5, 6. Ja, daar ben je hard mee bezig. En, en dat dat niet altijd gaat met het spel wat we willen spelen. Uh, vinden we zelf ook niet altijd even leuk. Maar het rendement is erg hoog in datgene wat we doen en uh, daar gaan we mee door. Aanstaande zaterdag een uh, thuiswedstrijd tegen Lisse. Uh, hoe ga je je ploeg daarop voorbereiden? En wat is Lisse voor ploeg? Ja, Lisse voor ploeg op dit moment is een beetje lastig, want we hebben best wel wat uh, mutaties binnen het team uh, per week. Maar het blijft een goed voetballende ploeg die ik uh, hoog aansla. Ik verwacht ook gewoon bij de top uh, dit jaar. Een goede trainer erop die altijd wel weet wat hij moet doen en wat een wedstrijd als deze vraagt. Ik verwacht wel een beetje een open wedstrijd, omdat zij het ook wel van het voetballend vermogen moeten hebben. Dus, dus daar zie ik naar uit. Ja, uiteindelijk moeten we natuurlijk wel laten zien dat wij door willen pakken. Het programma is dusdanig dat, ja, dat je de komende weken dusdanig veel punten moet halen. Dat je dat, iedere vorm van verlies zorgt dat je afhaakt. Nou, dat, dat wil je natuurlijk niet, maar zaterdag is weer een wedstrijd waarin dat waargemaakt moet worden. Ik weet dat je niet graag erover praat. Maar uh, de tweede keeper viel zaterdag geblesseerd uit in de rust. Hoe is het met de eerste keeper Paul? Nou, de eerste keeper Paul die is uh, op de goede weg moet ik zeggen. Die heb ik gisteren met uh, de visio Edwin Zonneveld uh, bezig gezien. En, uh, daar gaan ze zorgvuldig mee om. En uh, op het moment dat uh, Paul door de visio uh, ronde heen komt, dan uh, mag hij los, dan mag hij bij de groep komen. Uh, het kan zomaar al heel snel gebeuren. Maar uh, voor de rest zijn we uh, behoorlijk compleet. Todori? Ja, nou, die sluit uh, vanavond gewoon weer aan. Tot slot, uh, ik, uh, ik had allemaal mijn lijstjes staan. Uh, wie gaat uh, Quickboys en uh, Noordwijk stoppen? Ja, wie gaat ze stoppen, weet je, dat, dat zullen we straks zien. Uh, uh, ze moeten nog tegen elkaar wat uh, dat betreft. Wij moeten nog thuis tegen beide ploegen. Maar het gevaar zit je meer in andere wedstrijden. Daar kun je nog heel veel punten verliezen en daar moet je voor waken. Dus op dit moment, uh, net wat ik zei, per week uh, zorgen dat je wint. Tot aan de winststop zorgen dat je bij de top 3 zit. En uh, dan kan er nog ontzettend veel gebeuren. Dat heeft vorig jaar ook bewezen. Andere ploegen die ook in één keer op komen zetten. Uh, nou, gebeurt er in één keer wat in je selectie, dan uh, kan er ook zomaar wat gebeuren. Maar dat kan ook bij Noordwijk en QuickBoys gebeuren. Dus uh, zeer interessante competitie nog. Ja, en een mooie, uh, er komt een mooi aantal reeks wedstrijden aan. Ja, nou ja, ik vind het sowieso een fantastisch uh, mooi seizoen. Ook voor het publiek, uh, aantrekkelijke tegenstanders. Ik vind dat niet alle tegenstanders uh, bezig zijn om het publiek te vermaken. Je merkt dat het resultaatvoetbal uh, op dit moment wel uh, de boventoon uh, voert. Dat is jammer, maar vaak wel begrijpelijk natuurlijk. Nou ja, en voor ons al uh, heel leerzaam uh, om, om te gaan met de druk die erbij hoort als je bij DVS speelt. Dus ja, wie we ook gaan krijgen, dat, dat blijven mooie tegenstanders, gerenommeerde tegenstanders. En, uh, maar het belangrijkste is aankomende zaterdag om eerst uh, van FC Lisse te winnen. Eerst altijd kijken naar de eerste wedstrijd die komt. Wensen we je heel veel succes mee. En dan gaan we uit naar geen idee, André. Oké, okay, bedankt voor dit interview. Nee, Oké. Okay.